Welkom bij een nieuwe vlog. 10 of 2. Dus, ik wilde eigenlijk niet vloggen vandaag. Want ik voel me echt niet helemaal 100. En ik heb weer een nacht gehad van... Maar goed, er is wel even één dingetje wat ik echt met jullie wil delen. Want ik ben zo fucking trots. Ik ga even mee. Ik draai even om, ja. Zo. De fashion chick is daar. En jullie weten dat Rachel een interview heeft gehad. En die staat er dus vandaag in. Check dit out, mensen. Hoe fucking vet. En die Yoni staat er ook in. Fashion chick. Editie 10 of zo. Nummertje 10. Die mama is trots. En de meiden eten Maggioni pizza. Die ik even ga beleggen. Ik eet carpaccio sticks. En dan krijg ik heel veel vragen over waar ik die koop. Die koop ik bij mijn eigen slager. Die maakt ze. En niet elke slager heeft die. Of nou ja, geen enkele eigenlijk. Dus ja, sorry. En Duitse biefstuk. En champignons. That's my dinner. Een hele goede morgen weer. Het is donderdag. Bijna weekend. Ja, ik sta mijn jas aan. Aangekleed. Ik ga het even wat doen. En daarna ga ik thuis even de een ander doen. Rasjes ook. Die hoeft maar 2 uurtjes van school. Dus die komt ook snel thuis. En als ik klaar ben, dan gaan we naar de stad. Gaan winkelen. Ik zin in. Ik zit naar de Bershka. Dus gecremeerde hoofd is redelijk bijgetrokken na gisteren. Ik was gisteren weer zo verbrand onder die zonnebank. Maar goed, het was lekker. Ja, wel makkie aan, want ik heb nog wel de naweeën van de crushes. Dus chill, reeds. Chill. Maar we gaan nu even naar buiten. En het is droog, dat scheelt. En op deze droge donderdagmiddag met deze meid in outfit gaan we gezellig even winkelen bij de Bershka. Want dat wilden ze doen. Dat gaan we weer doen. Ik wil gewoon kleding kopen. Kleding kopen! Kijk, vogel. Den Haag, birdie. Oké. Den Haagstad. Heel leuk. Wij zijn weer thuis van de stad. Ik heb al in ieder geval één nieuw shirtje aan. En dit is mijn nieuwe broek. Het is gewoon zo'n soort, ja, ik weet niet. Hoe noem je dit soort broeken? Weet ik niet. Oké, nou dit is in ieder geval één shirtje die ik heb gekocht. En daar liggen, oh ja, mama heeft de nieuwe schoenen. En daar liggen nog 2 shirtjes van mij. Is gewoon, ik had al een soort van zo'n shirtje, maar dan was die andere groter en was het een andere kleur. Summer, ik weet niet wat het is. En dan dit shirtje, oh, oortjes. En dan dit shirtje, gewoon ja, zo'n typisch kort shirtje met tagger erop in zo. Dus dit. Ja, toch? Ja, toch? En mama heeft gewoon niks. Alleen, ze heeft alleen haar schoenen gehaald die ze al wou. Het zijn niet echt de originele. Maar mama wil al heel graag van dit soort grote schoenen of hoge, gewoon ja, buffalo's toch? Ja. Mama wil heel graag van die buffalo schoenen. En nou heeft ze gewoon deze gehaald. Deze wel gewoon iets beter, vind ik ook. Ik vind ze veel leuker, maar ik vind het wel echt typisch mama, dat soort schoenen. Maar het zit lekker. Ja, ik denk zet de camera maar eens aan, want anders heb ik weer zo weinig gevlogd. Mijn eten staat op, het is fucking vroeg, maar we hebben honger. En Ras moet ook op tijd eten, want die gaat weer naar rugbytraining vanavond. Zijn we even lekker in de stad geweest, even naar de Bershka. Wel met de auto, want de scooter zag niet zitten en de lucht was een beetje donker. Ik denk, gelukkig heb ik altijd, ik heb een plans bij mijn flikken natuurlijk. Waar ik zo niet zat te wachten en ik was ook moe. Nou, de scooter moet me eigenlijk ook mega concentreren. En hij is zwaar, ik denk, dat gaat niet worden, dus... Zo te doen. Dus we zijn de Bershka heen gelopen waar ze echt onwijs leuke dingen hadden. En mijn schoenen stonden daar. En ik dacht, wauw, die is een stuk goedkoper. Ja, blijf een Nederlander. Ik vind die buffalo schoenen onwijs gaaf. Maar die ik wil hebben zijn €249. Valt nog mee in principe, vind ik. Want ik heb alleen maar dure schoenen. En deze waren dan wel redelijk goedkoop. Dus ik ben weer helemaal happy. Een kind happy met de kleertjes. Zo leuk. Dus echt verbrand hoor. En ik wilde eigenlijk wel even naar de tattoo shop, want ik ben even een hartje achter mijn oor laten zetten. Maar dan rijd ik morgen wel even langs. Dus. Ja.
En dan moet Chris even aan ze trekken, want die zal me appen voor een afspraak. Heeft hij nog niet gedaan, schaam je Chris. Dus, maar goed, nu hebben we het ook druk. Ik ga wachten tot mijn eten klaar is, ga ik lekker eten. En ik denk dat ik daar als een blok in slaap van. Ik ben echt geslacht. Zeker. Dus, ik heb even aspirine genomen, want ik heb ook een paar mijn hartjes. Volgens mij krijg ik gewoon griep of zo, of koudheidje. Maar ja, goed. Dus, dat is de issue. Oh ja, weet je wat ik nu eerst ga doen? Ik ga die vlaggetjes eraf knippen. Ik spuug zo, die hangen nog steeds. Zal ik hem de vorige vlog al eraf halen? Dat ga ik nu doen. Hallo, het is vrijdag, 12:30. Lekker vlot weer met vloggen. Ja, ik weet het. Ik heb even dingen gedaan, zakelijk en zo. En ja, ik ga nu even stofzuigen. En ik denk ook mijn auto stofzuigen. Het ziet er ook niet uit. En wacht op de rest van de pakketjes, want we hebben flink geshopt voor Huppie. Met donker. Dus zo, licht. Dus ik op te wachten. Allemaal nieuwe kleren voor meneer. Een keer geen Primark. Nee, we zijn even losgegaan op het internetforum. Echt mooie spullen. Ik ben er blij mee. Wordt hij ook eens een keertje leuk aangeklikt. Nou, hij ziet er altijd wel goed uit. Maar het fijne van hem is dat hij heel lang met de kleding doet. Omdat hij het alleen maar in het weekend draagt. Ja, s'avonds misschien een uurtje, maar ja, dan gaat hij niet eens weg. Dus dat is wel even mooi. Eerst het huis binnen van Milner. Milner, ik weet niet of hij kent. Milner is echt een fucking vette trui. Maar er komt een aparte shoplog over, dus daar moeten jullie eventjes op wachten. Oh, was op z'n kop. Dus ik ga stofzuigen, mijn auto even doen. En daarna hoop ik even een uurtje plat te kunnen. Zo. Ja, dat was het eigenlijk. Dus, zie je later hoor je. En dan lig je net op bed en er zat de apotheek voor de deur met voeding. Lekker. En we gaan koken. Kip met paprika. En saus. Let's go. Beverly Hills, naar naartoe en ook terug. Zon schijnt. Ah, wc-rol. Dus, nee. Dat ga ik eens terugkijken. Nee. Ik sliep bijna. Maar ik stond de apotheek voor de deur. Bam maar. No. Ik heb iets klaar. Nou, bijna klaar. Nu staat ik nog niet afgaan hier. Goedemiddag, vrijdag. Nee, zaterdag. Oh, slechte zaak. Ja, ik ben druk met van alles aan het doen. Kleren wassen, trouwens nieuwe kleren zijn binnen. De milde trui hebben jullie al gezien. Mag ik niet aan vanavond. Calvin Klein trui. Superleuk. Dat is de voorkant. Ja, er komt een blogpost over. En die is ook leuk. Dus, daar ben ik mee bezig om alles te wassen. Moet eerst gewassen worden voordat hij het aantrekt. Ballen gehakt draaien. Was buiten hangen, want het zonnetje schijnt lekker. En daarna ga ik mijn nest in, want ik moet slapen. Ik moet echt slapen. Ik zie geen tyfus. Ik heb weer, denk wat ik van de week al zei, ik ben snopti, dus ik word weer verkouden. Licht aan doen. Dus, het is een hele rommelige vlog, ik weet het. En ik weet ook niet of die op tijd online komt. Want ik moet dadelijk naar de ijshockey. Meestal ga ik op zaterdag editen. Dus het wordt of ervoor of erna. En anders zien jullie woensdag al ijshockeybeelden. Dus ik ga mijn ballen hard draaien. En braden maar met die handel. En ik lig lekker op mijn bedje even. Nou, ik hoop een uur te slapen. Balletjes aan het sudderen.
Wat hangt buiten. Dus ja, ik denk dat ik de vlog bij voor deze ga afsluiten. Ik heb toch niet veel met vloggen, denk ik. Ja, misschien is rustig dat ik thuis kom. Want die ging vandaag bij de eerste rugbywedstrijd kijken. Want ze mogen gewoon niet meedoen. Nou, logisch. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Niootje komt dadelijk ook thuis. Die heeft bij een vriendinnetje geslapen. Dus die is ook al vol met verhalen zitten. Dat is zo leuk als ze thuis komen. Dat was dus vroeger toen ze klein waren al. Of ook. En nu nog. Dat blijft gewoon leuk. Nou, dat vind ik leuk. Dus, maar goed. Een pukkel in mijn oor. Zeer hoor. Ik ken hem niet bij, ik kan die zien ook. Maar goed. Nou, misschien tot strakjes en anders sluit ik hem dadelijk nog wel eventjes af. Maar ik probeer nu even een uurtje te slapen, want ik moet vanavond fit zijn op de ijshockey. Dus. En meidjes thuis van de wedstrijd. Hoe was het? Goed. Ja, hè? Je hebt alleen niet meer gespeeld, maar je vond wel kicken, hè? Ja, ik denk pas over ongeveer 5 weken dat ik echt mag meespelen. Zo, dan pas? Ja, een maandje. Ja, dat is wel jammer, maar ja, je moet wel in ieder geval je stoptas halen. Ja, we moeten een soort van uniform. Weet je wel, die mensen, ik heb dat wel eens in film gezien, dat die mannen gewoon in een blouse moesten komen en een stoptas. Ja, dat moeten wij dus aan. Oké, chic de freak op het veld. Ja. Lekker hoor. Dus, de komende weken krijgen jullie ook naast de ijshockey rugby updates, toch? Hier, heb ik tas hier, Nick. Ja, ik kan ook zelf filmen als ik erin ga. Ja, volgende keer gaat Rachel vloggen bij rugby. Als jullie het leuk vinden, doe vooral een duimpje omhoog. Ik heb al vrienden. Ja, er zitten meer voordat mensen commentaar gaan geven. Oh, niet van mijn jongens. Nee. Ik zit met 44 jongens en 11 meisjes. Oké. Okay. Ja. Een flinke orgie. Ja. Nou, wel gezellig. Oké, dus updates gaan we jullie de volgende keer zien. Hoi. Deze meid. En de andere meid. Die is zo dicht in beeld. Ik weet het. Kijk er zo ernstig. Zus. Joep. Joanne. En de stel de hoeft niet te ziek niet in. Dat is van mij, hè? Zijn dat even... Ja, maar... Is die broer van IJs toch wel? Dat is echt, hè? Nee, onze boys zijn er. Ja, zijn er wel, maar zijn er niet met IJs. Dus... Ja, wachten, verkleunen, zeiken, oké. Zijn hier weggegaan door omstandigheden. Dus ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer.